gesproken. Ja, we gaan het over jouw blad hebben, Frans. Panorama. Ja, want, we hebben mijn net favoriete onderwerp. Nou, je bent in ieder geval goed op de hoogte van dit onderwerp. Dat is duidelijk. We hebben het er net over gemeld in het medienieuws. Afgelopen vrijdag is Koen Scharrenberg, panoramaverslaggever, heeft een eis van 18 maanden aan zijn broek gekregen wegens betrokkenheid bij de voorbereiding van een aanslag. Hij was jarenlang de misdaadverslaggever, maar daar hebben jullie een eind aan gemaakt nu. De facto heeft Koen sinds dat hij maart vorig jaar is opgepakt geen letter meer geschreven voor Panorama. Heeft hij een tijd in voorarrest gezeten. En die zaak is eindelijk dit jaar gaan spelen. Het was de Rob Z-zaak, Yellowstone heette dat officieel. En het had alles te maken met wat vergaande banden tussen mijn verslaggever en de crimineel Rob Z. Maar jullie hebben besloten om hem, of jij dan denk ik, besloten om hem nu te ontslaan. Of tenminste, dat heet dan in goed overleg met elkaar. Nee, daar zijn we al betrekkelijk vroeg mee begonnen om het dienstverband vriendschappelijk te krijgen. Dus alleen duurde dat lang. De verdenking was genoeg daarvoor. Je vindt niet dat hij eerst veroordeeld moet worden om dit hard te maken? De verdenking en de informatie die ik had, vond ik genoeg om zo snel mogelijk afscheid van elkaar vond hij te zelf nemen. Dat hij nog wel door kon? Hij vond niet dat hij door kon, denk ik, diep in zijn hart. Maar dat mocht hij natuurlijk in al die onderhandelingen niet zeggen. Hè? Van, we hebben één bespreking gehad in dat pand waar ik zit in Hoofddorp. Heeft een Donald Duckzaal. En wij zaten in de Donald Duckzaal en toen zei de advocaat... ja, maar hij kan toch andere dingen doen binnen dit bedrijf? Ik zeg, ja, we hebben hier stiften liggen en alle tekeningen aan de muur zijn in zwart-wit. Dus als Koen dat nou mooi inkleurt, kan hij misschien doorschuiven naar de Donald Duck. Nee, natuurlijk onzin. Hij was misdaadverslaggever. Als je je banden te diep gaan met een al eerder veroordeelde crimineel en een wederom erg hard bezig zijn de crimineel, dan moet je afscheid nemen. Jij vond gewoon niet dat hij kon blijven. Mag ik iets vragen? Want ik ben nu toch nieuwsgierig. Want jij zei, het was niet alleen de rechtszaak, maar ook informatie die jij had. Is dat informatie die wij nog niet hebben? Ik hoop dat dat informatie is die jullie nog niet hebben. Nou, dan kunnen we die nu krijgen. Zulke informatie dat jij dacht, of jullie dachten... Het was onmogelijk om verder te gaan. Maar het gaat erover dat hij te nauwe banden had met... Daar kwam het in het kort op neer. En die nauwe banden, waar hij nu van verdacht wordt... is de betrokkenheid bij een brandstichting. Ja. En die hele ratelbandzaak. Ja. Want ook die zat, die zat erin. Valse ingeschriften, verzekeringsfraude, dat soort dingen. Frans, hoe moeilijk is het? Want jullie doen veel aan criminaliteit. Dus ik kan me zo goed voorstellen dat je bent al gauw dicht bij bronnen, lijkt me. Als je daar goede verhalen wil maken. Het is het meest glibberige gebied wat er bestaat. Want en criminelen, tot mijn niet altijd grote genoegen... heb ik ook best innige banden met sommige criminelen. Jij ook? Ja. Oh. Ze kan je snel zien als vriend. En dat kunnen ze best goed uitspelen. Ze kunnen ook heel goed... ik krijg ook wel eens telefoontjes als er een... als we met een verhaal bezig zijn. En dan krijg je een heel vriendelijk telefoontje. Beste Frans, ik vind het niet zo'n goed idee, dit verhaal. Misschien is het toch slimmer om het niet te doen. Dat gaat op een buitengewoon relaxe toon. En kijk, dat soort dingen spelen constant. En dan haal je onmiddellijk de vlaggevers terug, of niet? En dan probeer je daar weer onderuit te komen en te zeggen van, nou, wat je met normale mensen ook doet. Je mag het verhaal van tevoren lezen, dat soort dingen. Mm. Want dat doe je. Ik bedoel, je hebt geen zin. Ik heb ook geen zin om iedere avond 12 boze telefoontjes te krijgen. En dat ze ook voor de deur staan om mijn vrouw en mijn pleegzoon te intimideren. Wat natuurlijk ook vaak voorkomt. Hè? Mm. Vaak. Wat wel eens voor. Ja. Dat heb jij ook meegemaakt ook? Nou, ik heb het in het... ik heb wel bedreigingen meegemaakt, ja. Mm-hmm. Ja. Dus, maar goed, bij Koen is nu... Nogmaals, hij kan nog steeds onschuldig bevonden worden, hè, voor alle duidelijkheid. Nee, precies. Hè. Want Annette, dat zit er natuurlijk in. De rechter moet er uiteindelijk nog een uitspraak over doen. Stel dat hij wordt vrijgesproken, kan. Dan is hij dus wel ontslagen bij zijn blad. Of ja, dan is hij ontslagen. Maar ja, goed, dat was niet alleen dat. Want er waren nog meer informatie, heb ik nu begrepen. Ja. Die ik nu helaas straks bij de koffie Jij vindt het wel terecht. Voor...
Ja, dat, in dit geval moet hij het zelf beslissen. Hij is hoofdredacteur van een blad. Ja. En als hij informatie zegt, en zegt die informatie is zo voldoende dat het niet meer kan. En kijk, het lijkt me vreselijk lastig als je dus over een misdaad schrijft. Dan kan het denk ik niet dat je buiten blijft en alleen maar van buiten naar de onderwereld kijkt. Want ik denk dat het dan nodig is dat je daar ook... Dat je in die wereld begeeft. Nee, en dat is dus een schimmig gebied. We hebben dat ook gezien met Peter R. de Vries bijvoorbeeld. Nou, wij weten allemaal nog dat beroemde historische interview met die man, ja ook een crimineel, die Joran van der Sloot... Ja. Heeft geïnterviewd. Ja, later bleek dat hij dus ook een zware crimineel was. En toch is Peter R. de Vries daar eigenlijk zo mee weggekomen. Dat hij zo'n crimineel heeft ingezet. Ja, dat was die Patrick van Eem inderdaad, die in die auto reed. Peter is ook natuurlijk vanwege deze wat glibberige zaak natuurlijk weer terug bij Panorama. Hè? Die schrijft nu weer af en toe verhalen voor ons. Je moet het gevaar wel een beetje opzoeken. Ja. Nee, maar goed, de grens is Bas van Hout, een prima verslaggever natuurlijk. Maar die kent ook allemaal mensen in die wereld. Maar je gaat daar wel mee door gewoon. Nee, kijk, het rare is dat ik iedere Bas is freelancer bij ons. En ik grill Bas, denk ik, eens in de twee maanden. Bas wil dat ook, hè? Dat ik hem check. Ja. Hè, van dat ik niet met het idee rondloop... Bas zit aan de verkeerde kant van de grens. Ja. Dus ik heb dat met iedereen gedaan, behalve bij Koen. En dat maakt mij natuurlijk een soort derderangs hoofdredacteur... van dat ik iedereen grill, behalve degene die... Waarom bij hem niet, hoor? Hoe kun je dat doen? Nee, je kunt in een gesprek, wat je 2 uur laat voortduren... kun je daarop speculeren. Koen, hoe zit het met je verhouding tot bijvoorbeeld Rob? Want hij had al, voordat hij bij ons kwam, al een boek geschreven over deze man... waarmee hij nu samen in, tussen aanhalingstekens, criminele zaken is. Ja. Maar jij hebt hem te veel vertrouwd gewoon. Dus ik heb hem gewoon te veel... Ja, maar omdat het een godselendig aardige man is. En dan merk je weer van dat dus geen donder zegt. Ja. He, en dat maakt mij tot iemand die naïef is. En ik heb wel eens gezegd van, als ik mijn baas was... dan had ik serieus overwogen om te ontslaan naar aanleiding van deze zaak. Frans, wat zeg je hier nu? Nee, maar ik heb jarenlang... Jij vindt dat je een enorme fout hebt gemaakt? Ja, ik vind dat ik een ongekende fout heb gemaakt. Nou, ik hoop maar niet dat ze meeluisteren van de uitgeverij. Goed, mensen zijn heel vergevingsgezind, veel vergevingsgezinder dan ik ben... Dus ik vind dat een hoofdredacteur niet naïef dient te zijn. Ja. Ik bedoel, ik ben geen 12. Nee, maar je voelt je ook wel door hem beduveld, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar ik heb hem de kans gegeven om mij te beduvelen. En dat is niet cool. Heel eerlijk. Ja, eerlijk inderdaad. Ja. Nou, jullie gaan nog even doorpraten. Over, als je informatie hoort... Dan kom ik straks weer naar binnen. Okay. Dank dat jullie er waren. Annette Bissel en Frans Lomans. Dit is Radio 1. Lunch. Gelijk door naar de andere kant van de tafel, want daar zit hij klaar. Wietse van der Goot, 30 jaar uit Amsterdam. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ik zie het nu, Wietse. Ongelooflijk.